fysieke gedeelte wat naar de zorg gaat. Dus van hieruit gaat de warmte naar de zorg. Dus een kilometer. Nou, dat is niet zo moeilijk. We hebben op een gegeven moment was 40% van onze begroting of van onze kosten was energie. Nou, niemand wil zo'n grote kostenpost hebben. Daarnaast zagen we als tweede punt dat we tiltechnisch steeds niet verder kwamen in de tilt. Dus we hebben een goede analyse gemaakt van hoe kunnen we verder komen in de tilt. Dus toen zijn we tot de conclusie gekomen dat we hier op bepaalde dagen, is het hier te warm, we hebben nachten die te warm zijn, we hebben soms te veel vocht, soms te weinig vocht. En daarnaast hebben we toen gekeken hoe kunnen we dat oplossen, hoe kunnen we dat tevens ook het energieverbruik omlaag brengen. Dat is eigenlijk de uitgangspunt hoe we zijn begonnen. Oké, dankjewel. En wat hebben jullie precies gedaan? Nou, toen we alles hadden geanalyseerd, dus dat we wisten wat de zwakke en sterke punten waren, toen zijn we gaan kijken naar de energiebalans. Nou, we wouden wat gaan belichten. Nou, toen we gingen belichten hadden we dus het punt dat we soms te weinig licht hadden, hebben we weg. Als we willen koelen, dan moeten we koelmachines aanschaffen. Dan moeten we die in de kast doen, dan zijn we ook van die warme dagen af. Nou, zo zijn we stukje per stukje gaan opbouwen. Toen kwam er eigenlijk uit dat we veel te veel energie hadden. En toen is het idee geboren om de straat over te gaan naar onze buren om te vragen of we daar een heel zorgcentrum, een school en een zwembad konden verwarmen. Nadat 10 mensen, niet in één dag, maar na een aantal gesprekken zeiden wij willen dat we dus doorberekend hebben, hebben we een nieuwe energiebalans gemaakt. En vanuit die energiebalans zijn we toen alles in kaart gaan brengen, wat we precies in de kast hebben, de machines gekocht op energie, alles precies in kaart brengen wat we nodig hebben, wat aansluit op onze tiltechnische vragen die we ook ingevuld hebben. Nou, belangrijke dingen die we in het begin onderschat hebben, dat is de automatisering. Er was geen programma voorhanden wat de automatisering van dit hele project kon sturen. Stroomverkoop, stroominkoop, kernjes, warmtepompen laten draaien, klimaatinstellingen, wie heeft waar voorrang. Nou, die problemen, dat is in de automatisering, is erg moeilijk geweest. Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat we daar het goede softwareprogramma hadden. Daarnaast is het onderzoek of je grond geschikt is voor de bronnen, voor warmte en koude opslag, is een erg duur onderzoek. Wat wel moet gebeuren, dat is erg moeilijk. En daarnaast hebben we heel veel dingen nog zelf moeten ontwikkelen. We hebben zelf LBK's, luchtbehandelingskasten, moeten ontwikkelen, omdat die allemaal nog niet voorhanden waren. Dus we hebben eigenlijk veel meer moeten ontwikkelen nog, als dat je in een standaardkast gewoon zou kunnen kopen. Dat maakt natuurlijk de investering ook veel duurder. En hoe ben je daar uitgekomen? Nou, ik heb een aantal mensen samengesteld van hun advies bijvoorbeeld. We hebben een aantal partners gezocht waar we gewoon afspraken mee hebben gemaakt. Luister, ja, we willen dat hebben. Dat is kostprijs plus een winstpercentage voor die mensen. Dus op die manier zijn die mensen ook meer betrokken geraakt bij het project. Zodat zij er ook geen verlies op leiden. Of maar ook niet werelds wens maken. Zo hebben zij dus ook meegeholpen met het ontwikkelen bijvoorbeeld van een LPK. Het juist uitzoeken van welke kernjermachine pakken we. Hoe gaan we de bronnen maken. Wat voor leidingen leggen we in de grond naar de zorginstellingen. Hoe doen we de software van de zorg. Zitten die ketelhuizen gekoppeld op mijn klimaatcomputer. Geven die aan hoeveel vraag er is. Of reserveer ik gewoon een berg energie voor hun. Dus dat is, hebben we allemaal in het voortraject met adviseurs helemaal voorbereid, zodat we eigenlijk toen we begonnen hadden we toch wel een goed draai kregen. Nou, je hebt in ieder geval mensen nodig die heel enthousiast zijn en die erin geloven. Dat zijn de belangrijkste. Daarnaast moet je vanaf het begin je financier bij je betrekken, zodat hij ook een beetje gaat denken dat zijn project. Ga je te laat de financier erbij halen, dan zegt hij zo, ja, maar dat is allemaal nieuw, dat wil ik niet.
Dus, want een financier weet bijvoorbeeld niet wat een warmtepomp is. Die weet niet wat koude en warmteopslag is. Door hem bij die gesprekken te betrekken, dat te vertellen wat dat is, bij de, ook, dan hoort hij ook wat dat kost, dan heeft, komt er aan die kant een draagvlak. Daarnaast heb je natuurlijk ook Centrum Novent erbij nodig om daar een draagvlak te creëren. Wat is er mogelijk? Er is in een vooroverleg al eens een keer een gesprek geweest waar je vooroverleg houdt van we willen dit en dit, kan dat, wat is daar mogelijkheden? Waar kunnen we nog naar schuiven, naar links en naar rechts? Dus je hebt naast ook een hele goede subsidieman nodig die dat traject in kan zetten. De Universiteit van Wageningen hebben erbij gehaald om direct in het begin al te kijken van is dat mogelijk, kan dat? He, dus door hun ook er weer bij te betrekken, zodat het eigenlijk niet een project van mij alleen is, maar dan een project is van verschillende partijen die allemaal hier aan deel hebben genomen om dit tot een goed project te laten komen. Nou, het eerste jaar hebben wij, doordat we geen software hadden, hebben we alles handmatig gedaan. Dat houdt bijna in tot als je ging koelen en je ging in de avond koelen, dan moest altijd iemand van ons hier aanwezig op het bedrijf zijn. Want dan kon die ingrijpen op het moment dat bepaalde machines niet deden wat ze moesten doen. Dus dan kon je handmatig ingrijpen. Vanaf dit jaar april heb ik nieuwe software gekregen. En vanaf die nieuwe software kun je gewoon zeggen dat het systeem veel beter is gaan draaien. We zaten toen ook, omdat we in het tweede jaar staan, hadden we de bronnen ook geladen. Het eerste jaar heb je geen bronnen die geladen zijn, dus dan begin je een beetje in een onbalans systeem. Maar als je een jaar gedraaid hebt, dan heb je dus warmte in de grond zitten en je hebt koude in de grond zitten. Nou, dus vanaf april, mei kunnen we eigenlijk zeggen dat het systeem naar behoren functioneert. En dus dat we ook onze doelstellingen zijn aan het halen. En als je nou iets verder gaat nog naar het systeem voor het hele project, wat waren belangrijke doorbraakmomenten? Je dacht, hey, nu klopt het helemaal of nu zijn we allemaal met dezelfde dingen bezig? Nou, als je ziet, we hebben ook in ons boek wat ik jullie vandaag dan heb gegeven, daar staat in dat we dit jaar een 20% meer productie hebben gehaald in een semi-gesloten kas. En dat we daarnaast ook nog gewoon een 30% energiebesparing hebben. Nou, de energiebesparing die vind ik dat die nog wat beter moet. Daar kunnen we nog wat efficiënter inspringen door de warmtepomp meer te gebruiken in de goedkope uren als het stroom is, waardoor de WKK wat minder gaat draaien. Dat moeten we nog ietsjes beter in elkaar krijgen. En we willen het komend jaar, doordat we toch technisch weer wat beter in de vingers krijgen, toch nog een productiestijging proberen eruit te halen tot we op 25% komen. Dus toch nog een keer een stapje van 5%. En dan denk ik, ja, dat zijn ook een beetje mijn doelstellingen geweest, 20-25%. Productiestijging en een 30-40% energiebesparing te realiseren. Dus ik zit daar bijna aan. Maar ik heb dat geld ook nodig om die dure investering weer te betalen. Het is niet zozeer dat het allemaal winst is. Ik merk wel tot het de Green Podcast dus en Sunny Tom behoorlijk in de belangstelling staan, dat er toch wel veel mensen die hier komen, die zeggen tegen mij, ik had nooit gedacht dat dit achter zo'n kas zit of dat het in een kas zit. Dus die zijn zich er wel van bewust dat wij toch veel duurzamer bezig zijn als dat eigenlijk de consument of de gewone burger op dit moment denkt. Dat zie ik wel als een van alle bezoeken die hier komen, zie ik dat wel aan enthousiasme van die mensen uit. Daarnaast, wat heeft het me gebracht? Ik probeer me ook een beetje te onderscheiden in de markt door die tomaten dus als duurzaam geteelde tomaten in de markt af te zetten. Dat lukt mondjesmaat. Maar dat heeft niet de reden dat men dat product niet wilt, maar dat heeft meer de reden dat het aanbod eigenlijk veel te groot is. En je verwatert eigenlijk in het geheel. En er is niemand die zich aan jou wil binden, want het is maar ozen bang dat je te duur betaalt. Dat hij dus te duur die tomaten bij mij inkoopt. Dus, maar daarnaast is daar maatschappelijk gezien zeker heel veel interesse vanuit overheidsoverwegingen, ook van collega-tuinders, om toch naar meer van dit soort systemen te gaan kijken om in de toekomst in ieder geval een stukje mee te denken aan de CO2-reductie, een stukje mee te denken aan het verduurzamen van hun teelt, om toch naar dit soort systemen te gaan.